Mensen, welkom bij deze Facebook live sessie van de VVD samen met Halbe Zijlstra. Allereerst aan alle mensen die vandaag bij het examen, hebben gehaald. Namens ons allebei, namens de hele partij, namens de hele regering, van harte gefeliciteerd. Ja. En voor wie nog naar een herexamen toe moet, heel veel succes. En ik hoop dat het dan alsnog gaat lukken. Het leek ons goed om vandaag met jullie weer bij te praten. Omdat er natuurlijk in de formatie Nederlander is gebeurd. Er is nu één mogelijke meerderheidsoptie van VVD, CDA, D66 met GroenLinks is uitgezocht. En daarvoor is in definitief vastgesteld wat niet lukt. Dat liep vast uiteindelijk op migratie. Nou, vooral de vraag of je om de migratie te beperken, onder controle te houden, afspraken zoals met Turkije ook mag maken met andere landen. Dat zijn afspraken binnen alle internationale verdragen. En daarvoor heeft uiteindelijk GroenLinks gezegd dat kunnen wij niet dragen. Ik vind het doodzonde, omdat dit afspraken zijn die heel Europa goedkeurt. Ook hele linkse regeringen hebben goedgekeurd. En omdat ik denk dat we met GroenLinks, hoewel het niet de partij is waarvan ik had bedacht voor de verkiezingen, daar gaan we eens gezellig mee samenwerken, ik wel het idee heb gekregen dat je op het punt van klimaat, maar misschien ook waar het gaat om andere grote vraagstukken in de samenleving, zoals de kloof die er is, het hele vraagstuk van migratie breder, dat we tot afspraken zouden kunnen komen. En dat is volgens mij goed, want het gaat niet lukken, we gaan nu zoeken naar andere opties. Ja. En als jullie daar vragen over hebben, dan kan je ze allemaal stellen. Dus ook over andere dingen natuurlijk. Zeker, stuur ze op. Ik heb in ieder geval een van Mieke en die vraagt alweer bier. Ja, het is fantastisch weer, Mieke, dus daar hoort een biertje bij. In ieder geval bij de VVD. 24 graden op straat, hè? Ja. Mijn favoriete terrasje hier in Zetten aan Den Haag. Dus ja. En Jilles, die vraagt een felicitatie van de heren zou wel leuk zijn. Ik ben geslaagd. Nou, Jilles. Jilles, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En nogmaals, in jou ook alle anderen vandaag. En top gedaan, jongen. Top gedaan. En ik krijg instructie om iets zachter te praten. Dat zal ik dan ook doen. Even kijken. En Jullie wensen natuurlijk ons ook alle succes met de formatie. Ja, dat wordt dus nog ingewikkeld. Hè? Want we moeten nu... ik heb vanmiddag weer een gesprek gehad met Herman Cenk Willink, de informateur. En Simon Buma is ook geweest. Hij gaat de komende dagen door. Hij gaat nu zoeken naar hoe kun je nou tot een meerderheidsvariant komen. En is nu één optie uitgezocht. Er zijn er nog een paar over. Maar echt makkelijk is het niet. Dus dat zal vrees ik ook nog wel even gaan duren. En, dat is niet goed. En Vincent die vraagt nieuwe verkiezingen. Dat is toch eigenlijk geen optie? Nou ja, Vincent, dat proberen we natuurlijk ontzettend te voorkomen. Want het zou het slechtste scenario zijn. Maar ja, als aan het eind van de rit je geen regering in elkaar kan sleutelen, dan zou zelfs dat kunnen gebeuren. Maar wij gaan er in ieder geval alles aan doen om dat te voorkomen. Ja, dat zou echt slecht zijn als dat nodig is. De eerste meerderheidsvariant, daar laat ik je altijd nog een minderheidsvariant te kijken. Dat mag Herman ook, Herman Cenk Willink in zijn opdracht. Maar het beste is een kabinet dat meer dan 76 zetels heeft, zodat je ook zicht hebt dat je de noodzakelijke maatregelen kunt nemen. Op het gebied van klimaat, de middenklasse in Nederland, die nu echt ook recht heeft om te voelen dat het beter gaat met Nederland, ook in een portemonnee. De arbeidsmarkt, er moet zoveel gebeuren. Precies. Het beste met een meerderheidskabinet. Ja, en dan kun je echt dingen voor elkaar krijgen. Dennis die vraagt, was het koudwatervrees van Jesse? Ja, ik denk het wel. Ik denk het ook. Luister, ik heb vorige week meer dan 8 uur met hem gesproken samen met de informateur. Daarna nog heel veel uren met de andere partij, met D66, met Alexander Pechtold en Simon Buma erbij. En ik snap het gewoon niet. Ik bedoel, een afspraak met Turkije die ervoor zorgt dat die enorme stroom Syrische vluchtelingen wordt ingedampt, die fatsoenlijke opvang krijgen daar in Turkije. Wat is er op tegen om dat type afspraken binnen al die internationale regels ook met andere landen te maken? Je kunt toch niet op voorhand zeggen dat doen we niet. Precies, en als je kijkt, hè, de opvang in Turkije is eerlijk gezegd beter dan die in Griekenland. En het gaat om dat ze dan in Griekenland wel asiel zouden mogen vragen. Dus ja, hoe zwaar is het nou precies? En dus is het misschien inderdaad wel koud watervreed. Want uiteindelijk regeren betekent ook pijn lijden, daar weten wij ook alles van. Je krijgt ook echt een hoop over je heen omdat je bepaalde dingen niet kan waarmaken. Maar het hoort er wel bij. En als je dat niet durft, dan kan je ook niet meeregeren. En dat is nu kennelijk bij hun aan de hand. Dat is wel jammer. Ik heb gisteren een journalist gezegd, je kunt niet 10.000 mensen toespreken in een zaal. Ik ben er natuurlijk heel jaloers op dat hij die zaal zo vol krijgt. Dat speelt vast ook mee, maar heel knap dat hij dat doet. Maar er hoort dan ook bij dat je voor de 10.000 mensen uiteindelijk dingen moet doen. En als je in de regering zit, dan kun je ook wat doen. Dus regeer en doe in praktijk zaken. En dan weet je dat je compromissen sluit. Ja. Ook wij gaan niet het hele VVD verkiezingsprogramma realiseren. Nee. Ik zeg het maar even ronduit, dat gaat ons niet lukken. Je moet altijd compromissen sluiten. We proberen zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar alles gaat niet lukken. Robert die vraagt, Mark, ga nou eens luisteren naar wat de kiezers willen. Nou, dat is op zich
mooie uitspraak, Robert. Maar de vraag is alleen, wat willen ze nou precies? En wat wil jij, Robert? Ja. Wat zijn bijzondere dingen die jij zou willen? Vertel ons. Laat het even weten. Wat wil je precies? Bedoel je van, moeten we met de, dat je vindt dat we met de PVV moeten? Of moeten we wat anders? Kijk, wij gaan met 33 VVD-zetels op stap. Maar dan moeten andere partijen wel ja durven zeggen. Want je kan niet alles binnenhalen en je moet bereid zijn om mee te werken. Maar Robert, als jij dat nog nader kan invullen, dan onthouden we je naam even, komen we er weer terug. Ja, dan krijg ik hem terug. Totaal andere vraag van Thomas Oosterkamp. Ja, dat is gewetensvraag. Gaat het Nederlands elftal het WK nog halen? Ik denk het wel. Ik vond de wedstrijd tegen Luxemburg, dat was natuurlijk niet de zwaarste. Luxemburg, hè, hebben we het over. Ja, I know. Maar Luxemburg is in Europa. Ja, ik kijk natuurlijk even naar de Europese Raad. Daar zijn ze een van de 28. En hoewel een klein landje. Hebben ze daar enorme invloed. Het over voetbal. Nee, ik probeer alleen uit te leggen. I know. Je moet ze niet onderschatten. En dat was 5-0 geloof ik uiteindelijk. Ja. Dus dat hebben ze heel knap gedaan. En ik vind, weet je, er is heel veel gebeurd met de Nederlandse elftal. Maar ik denk dat het kan. 31 augustus tegen Frankrijk. Als ze die wedstrijd winnen. De spannendste wedstrijd worden. Ja, het grappige is, als ze van die Fransen winnen, dat moeten ze sowieso. Want anders zijn ze uitgeschakeld. Dan kan je ook gewoon eerst in de pool worden. Dus het is heel gek. We dachten allemaal, oh wat erg, die Zweden hebben van Frankrijk gewonnen. Maar eigenlijk kunnen we gewoon eerste worden. En laten we maar gewoon positief bekijken. We gaan het gewoon redden. Want anders kan je er ook niet naartoe. Nee, precies. Ik ga vrijdag naar Macron, en nu president van Frankrijk. En ik ga hem voorstellen dat we 31 augustus maar samen die wedstrijd gaan kijken. Ik weet niet of hij kan hoor, misschien lukt het hem niet. Maar het zal wel heel leuk zijn. Ja, dan kan hij jou een beetje tracteren naar de overwinning van Nederland. Hij wel vrij zeker is toch in het voel dat hij doorgaat, of niet? Nou, als wij van hun winnen, dan wordt dat voor hun gevaarlijk. Ja, wordt wel gevaarlijk. Ja. Hey Mark, zegt Vera, ik vertrouw op je, onze premier, we zijn al helemaal aan je gewend. Nou ja, Vera, dankjewel. Ik ook aan jou. Maar ontzettend leuk om te horen. Dank voor het vertrouwen. We blijven ons best doen, hoop ik, en de hele fractie. En Frank die vraagt ons, waarom heeft D66 zichzelf in zo'n grote positie toegeëigend. En dan bedoelt hij waarschijnlijk het uitsluiten van de ChristenUnie en zeggen met wie wel en wie niet. Ja, weet je, iedere partij mag natuurlijk zeggen met wie wel of met wie niet. Ja. En volgens mij heeft D66 de ChristenUnie niet uitgesloten, maar wel gezegd dat ze daar hele grote problemen zien. Ja. We zitten nu weer in een nieuwe fase. Er zijn ook de SP zou nog kunnen, de Partij van de Arbeid, de ChristenUnie. Ik denk dat het nu een Herman Cenk Willink is om te kijken wat is nou een logische volgende stap naar een meerderheidskabinet. En het allerbelangrijkste is dat alle partijen nu zich realiseren. A, het hele verkiezingsprogramma ga je niet realiseren. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Er zijn allerlei andere overwegingen. Maar het land moet geregeerd worden. Het moet bestuurd worden. Ja. Dus doe wat nodig is. Ik verwijt niemand iets. Ik heb respect voor iedereen, begrip voor iedereen. Maar met al dat begrip en respect, ja, zitten we nu al 100 dagen na de verkiezingen. Ja, en ik snap wel de vraag. Kijk, wij hebben ook de PVV uitgesloten. Dat hebben wij al voor de verkiezingen gedaan. We hebben gezien dat die partij over de vrijheden die voor ons belangrijk zijn, rechtsstaat, de manier waarop wij omgaan met minderheden, dat zij echt steeds verder van ons afkomen te staan. En daarom hebben wij voor de verkiezingen al gezegd, dat gaan wij niet doen. Wij weten de kiezers waar ze aan toe zijn, dus dat kan het ons niet verweten worden. Wat je wel mag zeggen naar een aantal partijen, ook D66, je moet geen partijen uitsluiten na verkiezingen. Dan moet je het gewoon voor de tijd zeggen. Dan is het helder. Dan weten de kiezers waar ze aan toe zijn. En dit was misschien inderdaad niet de meest handige actie, toch? Nee, we hebben het helemaal uitgepraat. De sfeer onderling is ook weer goed. We hebben echt goed over gesproken. En we moeten daar ook niet te lang bij stil blijven staan. En zij hebben ook de ChristenUnie uitgesloten. Ook de SP niet. Ook de PVV. Wij sluiten de SP zelfs niet uit. Nee, dus wat dat betreft zijn er nog verschillende routes naar een meerderheid. En weet je, jij noemde de PVV. Interessant vandaag in Rotterdam. Daar is nu een hele toestand ontstaan dat het Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam samen tegen de PVV. Maar jongens, weten jullie wie de grootste partij in Rotterdam was bij de Tweede Kamerverkiezingen? Ja, dat was de VVD. Dus ik zou tegen al die rechtse kiezers willen zeggen, de centrumrechtse kiezers, stem gewoon VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zo is dat. Hey, Henk en Stefan die vragen allebei, Mark, klopt het dat jij af en toe met deuren slaat? Nou ja, er zijn allerlei hele rare geruchten dat ik een enkele keer. Er zitten hier mensen om ons heen die nu aan het ja-knikken zijn. Ja, dat zijn allemaal collega's. Ja. Die soms ook een signaal van mij niet helemaal goed interpreteren. Ja. Ik kan wel eens tocht staan. Natuurlijk kan ook wel eens klemmen dat je denkt ik zal mijn voorhand wel stevig dicht trekken. Maar het is waar. Kan gebeuren, maar wij werken nu 10 jaar samen. Ik heb het maar 1 keer meegemaakt. Ja, dat is waar. In januari vorig jaar hadden we een klein dingetje. Ja.
En nee, daar gaan wij niet op in. Marie-Lijn zegt, Mark, je doet het top. En Robina die vraagt, is lid worden een goed idee? Ja, Robina, dat is een heel goed idee. Laat weten waar je woont, welke plaats. Dan kunnen we eventueel een contact leggen tussen jou en de lokale afdeling. Want een partij als de VVD, en eigenlijk geldt dat voor alle politieke partijen, iedereen wil dolgraag meer leden. Ja. Want leden kunnen actief worden, kunnen ons helpen in activiteiten, kunnen ook als je talent hebt en interesse, eventueel in de gemeenteraad of verder actief worden. Ja. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Het is ook heel motiverend als er leden bijkomen. Absoluut. Het is waanzinnig leuk als het groeit. Ja. Het groeit de laatste tijd weer een beetje. En als je politiek geïnteresseerd bent, word lid van een politieke partij. Het liefst die van ons. Maar ik zeg zelfs, als je van een andere partij, als je daar sympathie voor hebt, steun ook hen. Want uiteindelijk gaat het om het besturen van ons land. En dan heb je sterke politieke partijen voor nodig. Ja. Alleen de PVV kun je geen lid van worden. Nee, maar dat hebben ze nou zelf verboden. Dat dus, zelf verboden. Ja. En Piet die vraagt, hoe kan ik lid worden? Nou Piet, als jij een mailtje stuurt, gewoon een berichtje achterlaten hier op Facebook. Op vvd.nl. Op vvd.nl, maar dat kan gewoon in deze sessie. Dan nemen wij contact met je op en dan krijg je alle gegevens toegestuurd en dan kan je lid worden. Welkom. En Herman die zegt, dit is niet live. Nou Herman, volgens mij is het wel live, want dit is niet... Even, heb je een horloge om? Nee, die heb ik niet om. Je heeft even een horloge? Ja. Laten we het even zien. Heeft iemand nog een horloge? Even kijken, hebben we hier een telefoontje liggen? Even de tijd. Laten we even zien als het live zit. Er komt zo een telefoon in beeld, denk ik. Ja, 18:12. 18:12. Hallo, ja? Goedemiddag. Ja, goedenavond. Hallo. Okay. Hey, en even kijken. Guido, die zegt, heren, moeten jullie Jesse niet eens aan zijn oren trekken? Hij wil wel steeds boksen, Jesse. Hij is fysiek. Maar we gaan nog wel een keer een bokswedstrijdje doen. Nee, het is een... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook op het VVD-congres gezegd. Ik mag hem echt graag. Een heel talentvol politicus. Zeer goed gesteld. Maar ik begrijp werkelijk niet wat er gisteren gebeurd is. Ja. 14 zetels, duizenden mensen in die zalen. Die willen dat GroenLinks nu invloed gaat uitoefenen. Vooral bijvoorbeeld op het terrein als klimaat. Natuurlijk ook migratie en andere onderwerpen. Ik zou zeggen, leuk. Doe het dan. Ja. Ga regeren. En ga niet een afspraak met Turkije die heel Europa heeft goedgekeurd. Inclusief Duitsland, wat heel rechtsstatelijk is, Nederland, wat heel rechtsstatelijk is. Ga daar nou niet haar in de soep zoeken, waardoor het eigenlijk niet doorgaat. Ja, leuke vent, maar de partij die komt niet mee, geloof ik. Dat is de conclusie hier. Jan vindt dat jullie geen eerlijke antwoorden geven. Wil jij reageren, Halbe? Krijg ik te horen. En hoezo geven wij geen eerlijke antwoorden, Jan? Want dan ben ik heel nieuwsgierig wat je niet eerlijk vindt. Wij geven gewoon de antwoorden die bij ons opkomen. Maar we hebben Robert, gaat misschien nog terugkomen naar antwoord. Die moeten we ook Jan even onthouden. Ja. Dus Jan, tik ons even of schrijf ons even. Dus maak hem even concreet. Waar vind je ons niet eerlijk? Dan zullen we je meteen proberen te bedienen. En Vincent, is er een WhatsApp-groep? Ah, die is leuk. Van wereldleiders. Dat wil ik eigenlijk ook wel weten, ja. Nee, die is er niet. Al was het maar omdat WhatsApp tamelijk makkelijk te kraken is. Nee, we hebben geen WhatsApp-groep van wereldleiders waar ik dan natuurlijk zelf in zou zitten. Nee, die is er niet. Nee. Of misschien is hij er wel. Ja. Zit je er gewoon niet in? Hallo. Wat een man. Nee, dan had ik het vast geweten. Ik ga het wel checken nu nou. Heel pijnlijk. Ja. Harm die vraagt ons, zouden jullie het nationaal belang boven partijbelang stellen? Ja. Ja, dat hebben we wel een paar keer gedaan. Ook in 2012, we zaten in een grote crisis. Die hele samenwerking met de Partij van de Arbeid hebben wij toen ook niet gezocht. Nee. Maar het lag toen voor de hand. En dat moest ook. We hebben toen snel een kabinet kunnen vormen. Wat hielp was dat het persoonlijk ook klikte tussen mij en Diederik Samson. We elkaar vertrouwden. Halbe Zijlstra, Lodewijk Asscher met z'n vieren hebben we steeds in moeilijke tijden de zaak weer kunnen lostrekken. Maar we hebben echt moeilijke momenten gehad. Ja, hoor. Bed, bad, brood. Migratie, andere onderwerpen. Nou, eentje inkomensverhoudingen. En noem maar een andere. Wij hadden bij de vorige verkiezingen hebben we gezegd geen geld naar Griekenland. Ja. Toch kwam er een moment dat u echt moest kiezen tussen gaan we partijbelang, daar zijn we tegen. Maar dat nationaal belang, daar moeten we toch meegaan. Ja. En dan ga je mee, hoe pijnlijk het ook is, hoe moeilijk het uit te leggen is. Ja. Dan ga je uiteindelijk toch voor het nationaal belang. Oekraïne referendum. Ja, net zo. Het campagneteam was ook niet blij toen ik daar alsnog een oplossing voor zocht. Nee, maar dat was wel, maar het moest wel gebeuren. Het was wel goed voor Nederland. Even kijken, Hans Schaap. Kan ik nu naar jullie toekomen? Ik wil met Mark op de foto zo. Dat kan. Dat kan. We zitten hier bij Zeta op de Grote Markt. In Den Haag. En we zitten hier tot, wat is het, 6:30 of iets? Nou, kwart voor 7 ongeveer moet ik naar de Hof 5 voor iets anders. Dus als je in de buurt bent, Hans, dan kan je op de foto.
En Dimfy die vraagt, vraag eens wat jullie achterban echt wil. Nou ja, bij deze Dimfy, wat wil je echt? Ja, maar dan hebben we dus Robert, Jan en... En Dimfy. En Dimfy, moet je even onthouden als die terugkomt. Ja. En heeft niet gereageerd. Nee, we hebben hier Henk. Heel veel mensen snappen weinig meer van de formatie. Hoe zien jullie dat, nu jullie er middenin zitten? Nou, maar ik snap er ook weinig meer van. Maar even heel kort, je hebt verkiezingen. Geen enkele partij heeft de absolute meerderheid. Wij waren de grootste met 33 zetels. Je hebt er 76 nodig voor de meerderheid. Dus je gaat andere partijen zoeken om mee samen te werken. Partijen die enigszins bij jou in de buurt staan. Nou, dat CDA, D66 natuurlijk. GroenLinks staat een heel stuk verderop. Maar dat was wel een grote winnaar. Dat is niet gelukt, dus we kijken nu naar andere combinaties. Lukt dat niet, dan kom je bij minderheden terecht. Maar echt snappen doen we het niet. Nee. Want bij ons is het zo, je probeert zoveel mogelijk zetels te halen bij een verkiezing. En die probeer je vervolgens om te zetten in beleid. Dat je zoveel mogelijk dingen kan waarmaken. Maar dan moet je wel in een regering gaan zitten. En al die partijen die zeggen, ik wil niet in een regering. Want dat gaat misschien pijn doen. Eerlijk gezegd, ik snap er niks van. En daarmee wordt deze formatie ook tamelijk onbegrijpelijk. Maar ja, dat zien we dan bij volgende verkiezingen wel weer. Precies. Nathalie die zegt, democratie is luisteren naar het volk, toch? En waarom dan partijen uitsluiten? Ja, dat is de vraag over de PVV. We hebben dat voor de verkiezingen gedaan, dus dat is ook onderdeel geweest van de campagne. Mensen konden ook, toen ze op ons stemden of op andere partijen stemmen, wisten ze ook bij hun stemkeuze dat dit onze positie is. En de reden is dat die partij verder geradicaliseerd is op het punt van anti-islam, anti-Koran, anti-moskeeën. Maar ook op het punt van minder Marokkanen. Eigenlijk zaken die echt tegen onze democratische rechtsstaat ingaan. Inperken van de vrije meningsuiting voor bepaalde groepen. Precies. Plus natuurlijk de ervaring uit 2012 dat als het spannend wordt dat ze weglopen. Dus met zo'n partij willen wij niet werken. Daar zijn we duidelijk over geweest. En dat konden mensen ook meewegen in hun keuze bij de verkiezingen. Ja, daarom hebben wij het voor de verkiezingen gezegd. Zodat iedere kiezer wist waar we voor stonden. Dat hoort bij democratie, dat je dus aangeeft, zo zitten we erin. Met alle partijen zouden we het willen doen, met deze partij niet. Dus iedereen kon dit meewegen bij de stemming. Dat maakt het ook zo moeilijk met die partijen die nu in één keer blokkades opwerpen. Dat hadden ze dan voor de verkiezingen moeten zeggen, dan was het in ieder geval duidelijk geweest. Ja. Een aantal mensen zijn soms erg kritisch. Wat wil je tegen die mensen zeggen, zegt Anje. Nou, blijf kritisch. Ja. Het is, democratie werkt zo. Je stemt op Halle, op mij, op anderen in de Tweede Kamer. En vervolgens volg je die mensen heel kritisch, misschien zelfs met een beetje wantrouwen. Gaan ze doen wat ze beloofd hebben? Kijk naar de vorige verkiezingen, 2012. Ik kon ook niet al een beloftes waarmaken. Ik ben ook deze campagne begonnen. Nee, maar ik heb er ook van geleerd. En ik heb ook, ben ook onze campagne begonnen met het ook uit te spreken. En daar sorry voor te zeggen. Ja. En we hebben er deze keer van geleerd. En wel gezegd wat we met Nederland willen, maar niet meer gezegd zoveel euro lasten verlichten. We doen ons best om lasten te verlichten. Willen we ook echt. Ja. Maar dat zijn lessen die je trekt. Dus ook wij leren en wees kritisch. En dat zou ik zelf ook doen als ik weer dadelijk uit de politiek ben een keer. Dan blijf ik ook stemmen en ik blijf op de VVD stemmen. Maar dan blijf je ook de zaak kritisch volgen. Dus dat is alleen maar goed. Maar het mooiste is wel, als je ook lid wordt en zelf actief, dat hebben we gewoon iedereen nodig. Ja. En nog een extra boodschap. Naast dat je kritisch moet blijven, weet aan het eind van de rit ook te waarderen wat partijen wel voor elkaar krijgen. De gelukkige dingen niet. He, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar onze coalitiepartij in het vorige kabinet, of eigenlijk het demissionaire kabinet PvdA. Ja, natuurlijk zijn hun ook dingen niet gelukt. Maar ook zij hebben zaken voor elkaar gekregen. En daar hoort uiteindelijk ook bij een weging dat je niet alleen maar kijkt wat ging er niet goed. Maar ook weet te waarderen wat ging er wel goed. Want ze hebben wel verantwoordelijkheid genomen. En dat hoort dan ook in onze mening een beetje terug te komen in een uitslag. En die dan wij leuk vinden gerealiseerd van hun programma. Ja. Maar daar praten we verder niet meer over. Nee. We hebben weer zo'n dikke 1000 kijkers. En welkom mensen allemaal. En blijf vragen stellen. En wij blijven ze beantwoorden. En even kijken, Mandy de Ronde. Is er voor het eind van het jaar een kabinet? Eind van het jaar? Ik mag hopen van wel, zeg. Het is wel doodvermoeiend. Want ik moet natuurlijk mijn gewone werk doen. Ik ga bijvoorbeeld vrijdag s'morgens naar Parijs. En s'middags naar Groningen, naar het aardbevingsgebied. En voor ik maandag naar Warschau voor een soort mini-top met Benelux en... De landen en vier landen uit Oost-Europa, ja. En dit komt er allemaal bij. Ja. Dus het gewone werk gaat op zich ook door. Er is natuurlijk minder wetgeving. De ministerraden zijn korter, maar ja, heel veel werk is niet zichtbaar en loopt wel door. En dat gaat ook voor Halbe in de fractie. En die formatie komt er bovenop. Jullie zullen de komende tijd ook vaker zien, als ik echt niet kan een hele dag, dat misschien Halbe het een keer overneemt. Als ik niet kan, of als we met z'n tweeën onderhandelen en mijn halve onderhandelt. Ja, dat soort varianten zul je ook zien. Ja. Omdat, ja, het land moet ook geregeerd blijven. Het werk loopt door. En Glenn die vraagt ons meer geld voor de ouderenzorg. Komt dat nog? Jazeker, Glenn.
Dat is zelfs al heel duidelijk geworden. Het huidige kabinet heeft nog net een brief uitgestuurd. Ja. Waarin aangegeven wordt dat we zo'n dikke 2 miljard, zoals nu lijkt, extra gaan uitgeven aan de ouderenzorg. Om te zorgen dat de kwaliteit op orde komt. En dat had jij beloofd, hè, tijdens de verkiezingen? Ja, nee. Ik moet heel precies zijn, want we zouden geen dat soort beloften meer doen. We hebben afgesproken dat we ons best zouden gaan doen om dit te realiseren. Dus dat was de intentie, maar het lijkt te gaan lukken. Ja, het lijkt te gaan lukken. Het lijkt te gaan lukken. Dat is heel mooi. Daarom komt meteen de vraag van Dennis. Iedere Nederlander zal 1000 euro krijgen. Ja, dat is dus uit 2012. Ja. En dat heb ik net gezegd. Dat was geen handige. Onze ambitie toen was, net zoals nu, lasten te verlichten. De crisis werd erger, het lukte niet. We hadden nooit die belofte toen zo moeten doen. Vandaar dat we deze campagne het ook anders gedaan hebben. En gezegd, we willen dat vooral de middengroep in Nederland, zo tussen, laten we zeggen, net onder modaal tot en met 2 keer modaal, die zeer in belangrijke mate betaald hebben de prijs van de crisis, dat die ook gaan voelen de komende tijd dat het beter gaat. Ja, en dan zegt Sandra, je kan toch gaan praten met de PVV om te kijken of je er misschien uit kan komen. Maar Sandra, even het verhaal van net. We hebben geleerd, als we beloftes doen, dan moet je ze ook kunnen waarmaken. Deze willen we waarmaken. We hebben er niet veel gedaan, maar hier zijn we helder over geweest. En wij zijn niet van plan om op die belofte terug te komen. Puk, die vraagt, het milieu is de grootste dreiging van 2017. Praat daar nou over. Nou Puk, goed dat je het vraagt, want dan kunnen we erover praten. Het milieu, en specifieke natuurlijk CO2-uitstoot, klimaat, is echt een hele belangrijke issue die we echt moeten oppakken. En ik kan je garanderen, GroenLinks is nu afgevallen, maar in elk kabinet wat er gaat komen, waar wij in zitten als VVD, zullen wij ook zorgen dat het verdrag van Parijs, het klimaatverdrag, dat het wordt gehaald. Die doelen gaan we halen, dat gaan we op een zo slim mogelijke manier doen, zodat onze economie gewoon kan blijven groeien, dat we nieuwe kansen eruit halen, maar ook dat wij de doelen die Nederland moet halen, dat we die gewoon op een goede manier halen. Daar hebben we GroenLinks niet voor nodig, dat gaan wij als VVD ook gewoon doen. Maar daarom juist ook is het zo jammer dat het met hun niet gelukt is, omdat dit voor hun ook een heel belangrijk thema is. En ik zeg het ook maar een keer tegen de GroenLinks leden en kiezers, ik snap het echt niet. Maar goed, we hebben het 3 keer gezegd, houden we op. Even kijken, Mohammed, waarom betalen we eigen risico? Ja. Ja, dat doen we omdat, kijk, de gezondheidszorg is in Nederland heel goed georganiseerd. Maar het eigen risico is een kleine, maar voor sommige mensen met een kleine beurs natuurlijk ook een behoorlijke bijdrage. Als de beurs echt klein is overigens, wordt die weer gecompenseerd in een zorgtoeslag. Ja. Maar het is bedoeld om te laten merken ook, maar ja, als je uiteindelijk naar de specialist toe gaat, dat er ook een beperkte eigen bijdrage en eigen risico bij wordt. En dat is niet leuk, maar als je het niet zou doen, dan gaat of de belasting omhoog of de premie gaat omhoog. Dat is beide ook niet handig. En de gezondheidskosten zullen ook verder stijgen. Dus het zorgt ook voor iets van een rem op de gezondheidszorgkosten. Het is inderdaad een rem. En je ziet het, hoe gek de vergelijking ook mag zijn, maar je ziet bij alle verzekeringen, ook andere verzekeringen, wordt gewerkt met eigen risico's om daarmee de premiebetalingen wat onder controle te houden. En dat is ook in de gezondheidszorg zo. Want op het moment dat het eigen risico zou worden afgeschaft, dan gaat de jaarpremie met een paar honderd euro omhoog. Dus dan ga je er financieel niet zo heel veel mee opschieten. Maar de remmende werking die ervan uitgaat, die is wel weg. Ja. En daarom zijn wij ervoor om het toch te handhaven, hoe impopulair het ook mag zijn. We zitten wel op Robert en Jan te wachten, hè? Die hebben we nog niet binnen. Nee, die hebben we nog niet. Okay. Misschien later. Vieze of Vijs, die zegt, wat hebben jullie vanochtend op het brood gesmeerd? Pindakaas. Ik heb hiervoor bij Unilever gewerkt, dus dat is hele goede pindakaas. Dat doet niet iedere dag, dat is ook weer niet gezond, maar ik vind het wel heel lekker. Ja, ik had een krentenbol vanochtend, dus ik heb er boter op gesmeerd. Ja. En niet meer dan dat. En er was vanmorgen ook sprake van enige frambozen bij het ontbijt. Frambozen? Ja. Rood fruit? Rood fruit. Dat is even een grapje voor de mensen thuis. Mark Rutte is gek op rood fruit. En op elke donderdag hebben wij een zogenaamd bewindspersonenoverleg. Dan zitten we met de VVD-ministers en de aantal Kamerleden bij Mark op het ministerie van Algemene Zaken. En het toetje is altijd rood fruit. Maar dan ook altijd. En altijd is de vraag voor iedereen, wat zou vandaag het toetje zijn? Ja, nou, rood fruit. Rood fruit. Wat goed, leuk. Niet dat de mensen hierop zitten te wachten waarschijnlijk, maar maakt niet uit. In de afdeling leuk om te weten en was interessant om te horen. Ja. Lisa die geeft aan, er zit een blonde jongen, heel casual, achter jullie tussenin. En ze vindt hem leuk. Oké. Okay. Nou, we zullen daar even bij. We geven het zo door, Lisa. Met die lange haar. Ja. Nou, goed.
En Rick die vraagt, alles best, maar zolang jullie het formatierecord uit België maar niet overtreffen. Ja, 566 dagen. Dat hebben we nog dus, even. We gaan ons best doen. We zitten nu op dag 98 lopen. Ja, maar Rick, neem van ons aan. We gaan echt zorgen dat we dat niet gaan halen. Want dat zou echt... Hij is ook echt nodig. Weet je, ik merk het nu ook in Europa. Ze kennen mij en ze denken, hij zal nog wel doorgaan. Die kans is natuurlijk ook redelijk aanwezig. Althans, zeker is dat ook niet. Maar de kans is wel groot. Dus dat geeft op zich wel gezag. Maar het zou zo helpen als weer een... volledig kabinet is. Dan praat je toch met veel meer impact, ook in de Europese discussie. En er gebeurt heel veel nu met Brexit, de verkiezingen in Engeland die anders zijn gelopen dan Theresa May dacht. Ja. De verkiezingen van Macron in Frankrijk, daar ook de Duitse verkiezingen, die hele Europese agenda. Meneer Trump. En inderdaad wat er in Amerika gebeurt, ja. Het uit Parijs stappen van Amerika. Hey mensen, en ontzettend bedankt ook voor het delen van de video, dat doen er heel veel. Hartstikke leuk, blijf het doen. En we hebben Willem. En je zegt diep respect voor jullie doorzettingsvermogen, maar hoe combineren jullie dit met privé? Nou ja, gewoon genoeg blijven slapen. Ik heb een grote vriendenkring. En een van de grote voordelen van in de politiek zitten is dat je een heel goed secretariaat hebt. En die vrienden van mij waren in het begin ontzettend beledigd dat ik echt dingen plande. Maar nu merk je gewoon dat je daardoor je vrienden veel vaker kunt zien, want zij hebben het ook druk. Gezinnen, kinderen, noem maar op, en hun banen. Dus dat geeft mij heel veel energie, want ik vind mijn werk leuk, maar mijn vriendenkring ook. Ja. En jij hebt ook nog een heel gezin. Ja, het is best wel eens lastig, zal ik eerlijk zeggen. En het belangrijkste is dat je af en toe een kruis in je agenda zet. En dat kruis is dan ook een kruis. Ja, en dan ben je er niet. Gemerkt, dan moet je ook niet bellen. Nee, want dan neem ik gewoon niet op. Dan is die meestal ergens in een pretpark. Ja, en dat moet je doen, want anders gaat alles uiteindelijk opgezogen worden door de politiek. En je moet gewoon tijd maken voor je gezin, voor je vrienden. Want als je het niet doet, dan eindig je en buiten de politiek, maar ook zonder vrienden en zonder familie. Ja. En dat gaan we ons niet laten gebeuren. En zegt Opa Rutte, genoeg slaap. Genoeg slaap. Carlo en nog een andere die vragen, waarom geen nieuwe verkiezingen? Nou, ja, dat lost niks op. Dan ga ik natuurlijk heel erg mijn best doen dat de VVD groter wordt. Maar ja, het zal niet ineens... Het is ook een brevet van onvermogen als dat nodig is. Ik vind echt dat we moeten proberen om met deze uitslag... De kiezer heeft ons een uitslag geleverd. Die is ingewikkeld. Maar daar moeten we echt proberen mee te doen. Je kunt het niet uitsluiten. Wat Halber eerder al zei. Nee. Je kunt het niet uitsluiten. Maar... aan het eind van de rit kan het gebeuren. Ja. Maar dan, dat zou echt wel collectief falen zijn. Maar ja, en als je ze dan hebt... dan moet je wel een hele andere uitslag krijgen. Want dan sta je gewoon in dezelfde uitgangspositie en beginnen we weer opnieuw. Ja. Maar wie zegt dat het dan beter gaat? Dus de oproep van ons aan alle politieke partijen. Even het landsbelang voorop. En iets minder kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen en je eigen partijbelang. Precies. Stefan die zegt, ik ben geen VVD-stemmer. Wel vind ik het belangrijk dat de toon van het debat juist is. Ik kan twee reacties geven, Stefan. Ik heb op zich altijd een lichte allergie van mensen die over de toon van het debat hebben. Want voor mij gaat het altijd om de inhoud van het debat. Aan de andere kant is het ook zo, en daar geef ik jou gelijk in, dat ik soms politici zie, ik noem verder geen namen, die een boodschap op zo'n manier kunnen brengen, dat zelfs iets wat heel genuanceerd is, nog heel rabiaat overkomt. Dus in die zin heb je ook wel weer gelijk. Maar laten we vooral zorgen dat we op basis van inhoud proberen een kabinet in elkaar te sleutelen. Er zijn genoeg aanknopingspunten, er zijn genoeg uitdagingen. En volgens mij zijn er genoeg partijen die op het eind redelijk zijn en moeten kunnen gaan samenwerken. Wij... ja. Zijn er in ieder geval toe bereid. En zorg voor humor in het debat. Ja, laten we wel een beetje lol hebben met z'n allen. Het moet een beetje leuk blijven. Ja, het is natuurlijk serieus, maar af en toe ook een grap, alsjeblieft. Ja, absoluut. En dan hebben we Rova, die vraagt, wat gaat de VVD de komende jaren eigenlijk doen aan de files? Nou, dat is een hele goede vraag. Want die files nemen natuurlijk toe nu de economie weer groeit. Dus je ziet meer filedruk. Er is een enorm investeringsprogramma. We hebben de afgelopen jaren een jaar gehad waarin we een record hebben bereikt van investeringen. Van soms richting 8 miljard euro per jaar in wegen, in openbaar vervoer, ook in vaarwegen. Omdat je natuurlijk ook probeert om bijvoorbeeld het vrachtvervoer te verplaatsen van de weg naar het spoor, denk aan de Betuwelijn of naar het water. En naar onze rivieren in Nederland. En daar gaan we de komende jaren mee door. Dat zijn gigantische investeringen. Maar de economie groeit heel snel, dus we zullen ook moeten blijven zoeken naar slimme manieren van werken. En dat zie je ook als we aan die schuld zijn bezig. Dat je kijkt van kun je met bedrijven afspraken maken dat er meer gespreid gewerkt wordt. Dat niet iedereen op hetzelfde moment in de spits staat, maar mensen op andere momenten naar het werk gaan. Maar er zijn natuurlijk ook mensen
die gewoon echt op die tijden moeten rijden. Denk bijvoorbeeld aan alle mensen die klussen in Nederland. Ja. De mensen die daarom zijn wij in de witte busjes. Die 's morgens vroeg, ik zag het ook in de verkiezingscampagne, daar sta je heel veel aan de koffie. Er staat zo'n hele benzinepomp staat vol met mensen die heel hard gaan werken de rest van de dag. En buiten staat het vol met klusbussen. Ja, daarom zijn wij dus ook niet voor een kilometerheffing. Om dat en te daarom doen. Zijn we tegen een kilometerheffing, want dan ga je juist ook in de spits weer meer heffen. En dit zijn de mensen die geen keuze hebben. Nee. Maar de mensen die wel een keuze hebben en bedrijven die dat kunnen stimuleren, daar kun je afspraken mee maken. En moderne technologie. Ja. Ook daar kun je dingen mee bereiken. Want kijk straks maar eens wat bijvoorbeeld een zelfrijdende auto gaat betekenen. Dat kan een enorme impact hebben op onze infrastructuur. Want, stel je voor dat je gewoon een auto belt, er komt er één voorrijden. Jij moet van, ik noem maar wat, Den Haag naar Utrecht. Dus, en je hebt geen auto meer nodig thuis. Je stapt gewoon in, je wordt afgeleverd en die auto rijdt naar iemand anders en rijdt die vervolgens weer naar Den Bosch. Ja. Dat gaat een enorme impact hebben en het is dichterbij dan iedereen denkt. En dat is het droom natuurlijk. Iedereen een auto met chauffeur. Zo zonder is dat. Chauffeur. Zonder chauffeur, hè? Ja. Er ligt alleen geen krantje dan. Ja, okay. Zelfs dat kunnen we regelen. En Ninette, die vraagt... Oh, Mark, daar komt hij. Ninette die zegt, ik wil heel graag een keer met Mark rood fruit eten. Oké. Okay. En met hem over Nederland en de politiek praten. Nou, Ninette, dat is natuurlijk altijd te organiseren. Maar graag foto en brief naar onze website. Ja, maar ik hoor hier een opening, Ninette. Dus ik zou er helemaal voor gaan als ik jou was. Ik een aardbeidje. En de laatste vragen, begrijp ik, gaan we naartoe. Dat lijkt me verstandig. En ja, want jij moet nu rood fruit gaan klaarmaken. Wat kunnen jullie nog zeggen tegen al die Nederlanders die de formatie volgen de komende periode? Nou, dat die komende periode vrees ik nog wel heel even duurt. Als het aan ons ligt, zo kort mogelijk. Maar we zitten nu nog in de paringsdans van wie met wie. En hopelijk komt snel daaruit welke partijen met elkaar gaan onderhandelen voor, ik hoop, een meerderheidskabinet. Ja. En wij zullen niet langer laten duren dan strikt noodzakelijk. We staan helemaal klaar. We weten wat we willen. We weten ook waar we compromissen kunnen sluiten. Dat zal echt moeten. Om zo snel mogelijk ook aan de rest van Europa en de wereld weer een volwaardig kabinet te presenteren. En wij blijven op dezelfde lijn zitten die we voor de verkiezingen hadden. We hebben gezegd, wij willen met iedereen samenwerken. Behalve één partij, dat is nog steeds zo. En wij zullen dus ook met iedereen aan tafel gaan zitten om te zorgen dat er een kabinet komt. Het is nu even wachten op anderen om ook te springen. En als jullie daarbij kunnen helpen, doe dat. Maar voor nu zeggen wij ontzettend bedankt voor het kijken. Super dat jullie mee. Bedankt voor het stellen van de vragen. En tot heel snel, want we houden jullie op de hoogte. Tot ziens, tot snel. Hoi.